Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuw NTL. Vandaag ga ik een simpel, maar wel heel leuk dragonskin design laten zien. Dus kijk maar mee. Ik heb alvast ondergrond gelakt met Black is Black Gel Polish in één laag. En die ga ik nu nog een keer lakken. Ik heb wat Emerald Cat Eye Green op mijn paper pallet gelegd. Dat kun je hier zien. Een druppeltje, niet te veel, want ik heb maar een kleine beetjes nodig. En hiermee begin ik de huid neer te leggen van de dragon. En hier nog een kleintje. We hebben nu de vlekjes aangebracht en nu ga ik met mijn magneet nog even naar boven. Zo. De kettei is nu uitgehard en nu ga ik hem aflakken met Extreme Matte. Gewoon helemaal over het design heen. De Extreme Matte is uitgehard en nu heb ik op mijn paper palette wat Supreme Finish gelegd. En nu ga ik met mijn dotting tool over de eerder gezette vlekjes heen. En doordat ik mijn dotting tool gebruik, kan ik wat secuurder werken. Het is wel belangrijk dat je eventjes bij iedere Het is wel belangrijk dat je dit bij iedere stip eventjes uithardt. Al is het maar 10 seconden, maar anders gaat het lopen. Ik heb alle vlekjes ingevuld met de Supreme Finish. En nu is die klaar. Dus kijk maar even mee naar het eindresultaat. Het is een heel simpel, maar wel heel leuk en effectief design. En natuurlijk kun je dit ook op meerdere manieren doen. Ik heb hem op een beetje dezelfde manier gedaan met de Emerald Blue. En bij deze heb ik hem helemaal vlak gelaten, maar dan met de Supreme Finish helemaal afgewerkt. En dan is die ook super tof. En dat was hem voor vandaag weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!